made us mine, and he made us sing. You gotta think I'm down this new race. Nee. Ah, wat is die weer? Ik
was je kwijt. Ik zag je al. Hoe is het bij je? Ja, heel goed. Met jou ook? Ja, geweldig. Ik kom op alle keer tegen. Ik vind jou zo spontaan. Ja, we doen samen fonetje, hoor. We doen ons best. Hoe laat ga je? 12 uur. Ben je de laatste? Ik heb het programma niet eens gezien. Ik zat gewoon te filmen. Ja, natuurlijk. Als Marijke komt, zou ik te filmen. Maar het is goed is om 12 uur. En die Sam Boris is dan voor jou of na jou? Weet ik niet. Ik heb het programma nog niet gezien. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Ja. Album is klaar, dus we zijn nu gewoon hard weer. Yo! Ja, we zullen maar even praten. Hou nou eens je mond, ik ben met hem in gesprek, jongen. Elke keer kom je ertussen als ik in gesprek ben. Our colleagues, our people. Nou, ga maar even begroeten, dan gaan we over je album. Van Katwijk. Van Katwijk, de enige. De plaat is bijna uit, we gaan naar de Heineken Musical 17 december. Dus ja, maar goede dingen. 17 december, geweldig. En ik moet draaien in de pauze bijna natuurlijk helemaal goed. Nee, echt waar? Ja, ik ga maar in de pauze draaien, over niks. Hoor dat ja, nu. Want... Ik hoor het nu. Ga maar. Ik ga hem regelen. Hij nu zou gewoon een pauze. Moet je dat nog weer regelen dan? Ja, maar dat maakt gelijk een uur gelijk te passen worden. Zeg maar ja. Deze man is af en toe niet goed hoor. Nee. Maar hartstikke leuk. Maar hij is wel lief. Hij is tof. Maar je moet je niet vergissen hem, want hij heeft wel Patricia Pai verder geholpen. Nou, mijn broer, ja? Wie heet hem? Ja, mijn broer is ik ken de familie van Katwijk, die hebben een hoop dingen gedaan. Dus. Ja. Ja. Wij hebben toch een kleine 40 hits voor René Vroger geschreven, mijn broer dan. De lul. Ah. De lul, zegt hij toen ook. Waarom is het de lul dan? Je wordt opgenomen. Ik zal het je vertellen, jongens. Ik werkte in 1983 werkte in de Dirty Dick in Rotterdam. Er trad een jongetje op, die heette... René Vroog heette die. En ik zeg tegen John, zeg ik, die gozer moet je wat mee doen. Maar, John zegt, daar doe ik helemaal niks mee. Zo'n zuiplap, altijd te laat, daar heb je niks aan. En 3 maanden later... Winter in America. 3 maanden later was die meneer René Vroog. Ik zeg, John, gek hè, ik heb dat tegen je gezegd, maar je hebt er verder niks mee gedaan, zeker? Mooi hè? En toen schreef hij, oh, ready for love me, schreef hij al die gozer. Zeg, dat heb je dankzij mij, hebben die gozer in contact met René Vroog. Maar René zong ons voor 800, elke avond. En dan kost hij 8 ton. Ja. Zo is het gegaan, hè? Zo is het precies gegaan. Patricia Pai, had je toch ook? Patricia Pai, leuk verhaal. Ik draaide natuurlijk in de Gilde Stoof in Rotterdam. En dat was in 1972. En dan niet vertel dat je seks met haar had. Nee, ik heb wel gezoend met haar. Nou, hij is te oud. Heel erg gezoend. Ze zijn net zo oud. Nee. Ja. Mag het. Patrice ziet er even beter uit, volgens mij. Patrice zie je wel op jongere mannen. Maar goed, Patrice volgende maand. Ik ga even een echte artiest gedag zeggen. Nee, serieus. Sta je weer aan. Patrice, natuurlijk volgende maand. Patrice trapt bij op mij met een beentje, het heet de Hart. Ja? Met op je huis is erbij, Mac van Swing Solzy. En ik zei tegen John, jullie twee hebben elke groep dat meisje weer in ons stem. Ja, je kent ze wel, je bent het hippe en al die kutnummers. Ja. En John zegt, wil ik wel wat doen. Dan heb Patrice, de John en mijn broer en zo gezellig. Een half uur bepaalde dat de grootste wie van elkaar. John het manager van me, ging teksten voor de schrijver. Het schoenen van Leon. Ja, allemaal via Edwin Dokker. Allemaal via jou? Allemaal via mij. We hebben het over René Vroger, over grote namen nu, hè? Ja, maar goed, mijn hele familie zit in de grote namen. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar dit wisten we niet. Nee, maar dat weet je nu, dat kun je gebruiken voor de story. Dat zou natuurlijk leuk zijn ook, hè? Want de waarheid in die story. Heb je nou, ja, precies, maar heb jij nou nog contact met die mensen, of niet? Het risico nog heel erg goed. Ja? Ja, gewoon thuis op dag en nacht. Oh, echt? En René Vroger? René Vroger, die wil mij nu niet meer zien, hè? Dat is een lullig, is dat? Die wil mij nu niet meer zien. Maar toen... Maar, wil je draaien, schat? Ja, dat zie je zo. Oh, dan zie ik je zo. Kijk, ze horen weer eens wat, hè? Patricia Pai, René Vroger. Ja, Wolter Kroes weet niet dat ik kon draaien, maar die stond zelf een beetje bekend. Dames, we zien jullie er mooi uit. Bij wat tijd? Kijk dan! Kijk dan! Wat is je kwijt? Dat weet ik niet. Kansenbal is het kwijt. Ja. Is alles goed? Ja, alles goed. Nou komt het in orde. Staat er niet op hoor. Nee, goed zo. Wissen, knippen. Ja, hier hebben we de grootste kok, schat. Kom het wel hier. Wist ik al op. Nee, echt waar. Echt serieus. Ja, binnenkort gaan we koken samen met Marijke. Thuis bij Marijke, toch? We gaan het programma gaan, daar ben ik aan het opzetten. Het duurt wat. Heb het gevonden, lieverd. Het duurt wat langer als dat de bedoeling is geweest. Maar ja, er komt natuurlijk heel veel bekijken. En deze, lieve schat, dat is de beste kop die je maar kan hebben. Die komt in het programma. Ga jij koken met BN'ers? We koken met BN'ers. Ik ben een Nederlanders. En hé, hey, ik ga het vertellen aan Jean-Marie vragen.
schaap mag komen. Dan staan we bij schaap. Dan gaan we s'morgens op de koffie en dan gaan we s'middags gaan we koken bij Jean-Marie. Oh, dat is leuk. Dat lijkt me een goed idee. Dat is leuk. Oh, dan gaan we zo graag. Koken bij Jean-Marie. En dan kunnen jullie allemaal zien hoe goed dat gaat. Kijk, hoeveel graag te gaan maken, hoeveel gangen? Zit 4-5. We zullen zien. We zullen zien. Wie is er nu? Ja, maar.